Is je stroom uitgevallen? In dit filmpje laten we zien hoe je zelf je zekering kunt vervangen. Bij stroomstoring kijkt u in uw zekeringenkast of uw smeltzekering gesprongen is of uw installatieautomaat uitgeschakeld is. Zet alle elektrische apparaten uit of trek hiervan de stekkers uit het stopcontact. Zet alle lichtschakelaars uit. Zet de knop die is uitgeschakeld weer om. Stop één voor één alle stekkers in het stopcontact. Als een stop springt, is dit het apparaat dat kortsluiting veroorzaakt. Zet de lichtschakelaars één voor één aan. Als een stop springt, is het de betreffende lamp die kortsluiting veroorzaakt. Is uw smeltzekering kapot? Neem deze dan mee naar de winkel, maar let op, er zijn verschillende waardes. Welke stop precies gesprongen is, kunt u zien aan de achterzijde van de stop. Van een gesprongen stop is het middelste stukje metaal weggesprongen. Zet de knop op 0, draai vervolgens de porseleinen schroefkop los. Vervang de smeltveiligheid, oftewel de stop. Draai de porseleinen schroefkop weer vast en zet vervolgens de knop weer op aan. Het kan zijn dat de stop meteen weer springt als u hem vervangen heeft. In dat geval is het een probleem met de elektrische installatie. Laat hier een erkend bedrijf naar kijken. Het is verstandig om altijd meer smeltzekeringen in huis te hebben, want als er in het weekend gebeurt, zijn vaak de winkels dicht.